zomervakantie afgestudeerd. En ik heb dus nu eigenlijk mijn eerste professionele productie is dit. Dus ik hoop dat jullie me in de toekomst nog veel gaan zien. Hoe is het om iedere voorstelling met 20 nieuwe kinderen spelen? Ja, fantastisch. Het is zo leuk, want dan kom je op met pruik en dan behandelen ze je echt als een prinses. En dan denk ik, oh, dat hoeft helemaal niet, maar dat is wel hartstikke leuk. Waarvan je denkt, hè? Hoort hij er nou bij? Normaal gesproken zitten wij in de zaal, maar nu sta ik op het podium en dat heeft een reden. Alle bezoekers van Musical World, die hebben gestemd en die hebben de Vandaagse Kat uitgeroepen tot beste jeugdvoorstelling van 2020. Ik kom heen. Heel veel en ook heel veel niet. Ik ben natuurlijk ongelooflijk trots en heel erg blij. Dat sowieso, want we mogen op tour. Daar ben ik natuurlijk al heel erg trots en blij over. En het dak ging er af. Ik denk het enthousiasme, de jeugdige energie, een beetje stand. Ik denk de muziek en de humor, als ik twee dingen zou mogen uitlichten. De muziek is zo opzwepend, zo enthousiast, zo blij en zo vrolijk. En je kan gewoon echt niet stil blijven zitten. Dat in combinatie met de choreografie van Daan Wijnands, je wil echt niet blijven zitten. Door de repetitieperiode ben ik dus echt wel helemaal zelf opnieuw die rol gaan uitvinden en gaan onderzoeken. En zo is het denk ik een hele eigen prinses. Net zoals dat zij een hele eigen prinses neerzet, dat ik dan weer een deel Nienke eraan meegeef. Ik zou wel heel graag een keer inderdaad een serieuze, volwassen theatervoorstelling willen maken. Kijken, gewoon als uitdaging, kijken of ik dat ook kan. Ik heb daar wel ideeën over, ik heb daar wel vaak over zitten fantaseren. Dus dat is een soort project van, dat ga ik ooit eens doen. En tot die tijd blijf ik, wat mij betreft, gewoon zoveel mogelijk familie musicals maken. Want daar hou ik gewoon ontzettend veel van.